Ja, verstoppen. Dat vindt Abby fijn. Waar is Abby? Achter het gordijn. Lezen is voor iedereen, ook voor de allerkleinste. De Bieb is een plek voor alle leeftijden. Zo ook voor tussen de 0 en de 6 jaar. Daar heb je namelijk poolboekjes en prentenboekjes voor. Samen een boekje lezen versterkt de band met je baby en stimuleert de taalontwikkeling. Je kunt dus niet vroeg genoeg beginnen met voorlezen. Boekstart helpt je met het juiste voorleesboek te vinden. Want als je één woord fout zegt, swoosh, je borstel wordt een heksenbezem. Je meester wordt een boze schurk. Ook voor de iets oudere jeugd heeft de bibliotheek een divers aanbod. Met je jeugdabonnement kun je leesboeken lenen, maar ook digitale boeken, zoals e-books en luisterboeken. En tot je 18e doe je dat helemaal gratis. In de bibliotheek kun je dus terecht voor de nieuwste boeken, maar ook om te leren. Zo kan je historische feiten opzoeken of je leert voor de theorie van je rijbewijs. Wie zoet is, krijgt lekkers. Wie stout is, geen bal. De bibliotheek organiseert leuke evenementen met verschillende thema's. Zo kunnen kinderen hier niet alleen leren, maar ook nog eens leuke activiteiten doen. Op deze knusse plek vind je geschikte en aantrekkelijke boeken voor kinderen met dyslexie, TOS en concentratieproblemen zoals ADHD. Het Makkelijk Lezenplein is een plek voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar die moeite hebben met lezen. Kinderen kunnen zo makkelijk een leuk boek zoeken en vinden over allerlei thema's en onderwerpen. De bibliotheek is dé plek waar kinderen en jongeren de wereld ontdekken.